Op het sportpark aan de Reeweg Oost traden de beide ploegen zondag aan voor een echte derby. Vorig jaar verloor Dubbeldam kansloos met 6-1. Dus er viel iets recht te zetten afgelopen zondag. Maar het eerste doelpunt wordt gescoord door RCD en al in de derde minuut. Mitch Bos wordt totaal niet aangepakt, kan zo doorlopen en scoort gemakkelijk. 1-0 voor RCD. Maar Dubbeldam doet iets terug. Een corner van Erik-Jan Tak. En verdediger Mitchell Wouters komt knap voor zijn man en kopt de 1-1 binnen in de 15e minuut. 10 minuten later een voorzet van rechts en daar komen Sjors Volder en RCD-keeper Danny Suikerbuik met elkaar in botsing. Het lijkt ernstig, maar Suikerbuik kan nog spartelen en vervolgt enkele minuten later toch de wedstrijd. RCD zet Dubbeldam vast. Een paasje naar Timmy Terstegen, die dreigt naar binnen en weet Randy van Gullik te vinden. Van Gullik draait zich vrij en schiet schitterend in 2-1 voor RCD. Dubbeldam probeert dan iets terug te doen. Hier een paas naar Wesley Borsboom. Haagsma komt hard in. De scheidsrechter heeft eerst nog voordeel, maar besluit dan toch te fluiten en geel te trekken voor Haagsma. Vlak voor rust een aanval van RCD. Een paas van Louis Laros op Van Gullik. Die maakt eerst nog hens en dan is het Robin Hardebol die met een streep de 3-1 binnenschiet. Dubbeldam probeert dan in de slotfase nog een strafschop te versieren, maar scheidsrechter Koen Strik ziet ook dat deze drievoudige cherry flip zwalbe geen penalty waard is. De gemoederen die lopen daarna nog hoog op, maar de scheidsrechter lost het op met praten. Dan de tweede helft. Daarin probeert Dubbeldam de aansluitingstreffer te maken. Hier een paas op Sjors Volder. Stefan de Meijer komt vrij inlopen, passeert daar nog achter de lantaarnpaal Louis Laros, schiet met links, maar Martijn Zoeteman pakt de bal in tweede instantie. RCD weer in de aanval. Het is Sven van der Geer die de bal in het strafschopgebied slingert. De bal wordt eerst al weggekopt, maar dan is het Louis Laros die alle tijd en ruimte krijgt om iets moois te bedenken. En met een prachtig subtiel schot maakt hij de 4-1 voor RCD. Schitterend doelpunt van deze oud-profvoetballer die van 1990 tot en met 2003 in de Eredivisie speelde voor Willem II, VVV en Vitesse. En met deze 4-1 is het verzet van Dubbeldam definitief gebroken. Hier nog een onnodige duik van Sven van der Geer. En een gele kaart voor een domme overtreding van Timmy Terstegen op het middenveld en bij een 4-1 voorsprong. Daarna verzandt de wedstrijd in een laag tempo en slechte acties. Dubbeldam kan niet beter dan dit en RCD hoeft niet meer zo nodig. Maar in de laatste 10 minuten leeft RCD weer op. Hier een opening op rechts, dan een paasje naar Danny Spits. Die wordt niet aangepakt, geeft een voorop Mitch Bos en die maakt zijn tweede van de middag. En zo is het 5-1 voor RCD. En daar blijft het niet bij. RCD opnieuw in de aanval. Louis Laros opnieuw met een schitterend schot. Keeper Zoeteman heeft hem toch niet. En dan is het Danny Spits die voorzet op Koen Willemsen. En zo is het 6-1 voor RCD. In de 90ste minuut wordt Dubbeldam dan helemaal afgedroogd. Een hoekschop voor RCD valt voor de voeten van Tim Terstegen. Hij draait en schiet de 7-1 binnen. Dubbeldam verliest van RCD met 7-1. En trainer Al Dubbeldam is teleurgesteld. Ik had verwacht dat we hier toch wel een puntje zouden kunnen pakken. Maar helaas bleek het tegendeel. Ik vond er een grote matheid over je team liggen. Hoe verklaar je zoiets? Ik vond in de eerste helft vond ik dat wel meevallen. Toen de 3-1 viel, toen vond ik echt een kentering plaatsvinden. En daarna zag ik de kopjes gaan hangen. En toen zag je ook dat ze er niet meer in geloven. Maar ik denk dat we nog genoeg wedstrijden dadelijk krijgen waar we wel de punten kunnen pakken. Dus bij ons en bij mij geen paniek. Nee? U gaat rustig naar de kerst toe? Ik ga heel rustig naar de kerst toe. Ja, en ik word niet geslacht.